Verdere versteviging vriendschappelijke betrekkingen Suriname en Zuid-Afrika. Minister Ildis Polakbigli van Buitenlandse Zaken heeft de niet-residerende ambassadeur van Zuid-Afrika, Choliswa Ngwevela, ontvangen. De ontmoeting was op woensdag 26 februari en heeft plaatsgevonden in het kader van het verder verstevigen van de vriendschappelijke betrekkingen tussen Suriname en Zuid-Afrika. De geïdentificeerde gebieden van samenwerking die momenteel onder studie zijn, afschaffing visum voor houders van diplomatieke en dienstpaspoorten, mijnbouw en cultuur. De overeenkomsten ter zake zullen op korte termijn worden getekend. Overige gesprekspunten zijn onder andere handel en investeringen, luchtvaart en het nagaan van mogelijkheden voor het benoemen van een honorair consul in elkaars landen. Het volledig bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today.